Shout-out. LOL surprise. Ik wil eerst die pop. En dan pop ik het weer uit. En dan maak ze het open. Het eten smaakt naar CO2. Nergens nodig. CO2 met een snufje. Pinda. 600. Dit is die vlees in mijn mond. Eén stuk zat hier en één stuk zat hier. En ertussen zat de spiertje waardoor het aan elkaar was. Oké, mensen, ik ben echt koude para. Want, nou, ik ben niet koude para. Ik ben een beetje para. Maar... Doei. Luister er vandaag? Yes, wat doe ik? De reden dat ik niet meer bij Diana ga, waren al heel veel. Oké, net 2 uur lang gereden. Al heel goed maar bij. En we zijn nu in Groningen. En morgen, over een kleine uur en 3 kwartier, is Angelique jarig. En ik heb een taart voor haar laten maken. En ze is helemaal gek van die LOL poppetjes. Dus ik had gevraagd bij Taste and Dream of ze zo'n taart voor haar wilde maken. Ik moet echt gaan sporten. Want dit... Oh my god, hij is echt bomb as fuck. Oh, sorry. Ezel, maar schat ik. Dus, ik neem aan dat jij blij bent met die taart, of niet? Ja. Zo, ik viel ook. Nee, als je zou vallen, zou ik zo stuk gaan. Hé, maar hoor dan, voor wie loop je zo mooi dan? Dus, we hebben zojuist taart opgehaald. Yes. En het is like super heavy, so let's go to the car. Yes. En we zijn in Groningen. Groningen, de gekste. Yo mensen, het is 8 uur en ik ben onderweg naar de clipshoot van mij en Jermaine Niffer, goed of slecht. En ja, ik ben echt kapot. Ik heb niet eens mijn wimpers geplakt en meestal plak ik die wel. Zo, je weet hoe laat het is. Oh my god, look at the lights. Oh my god, I love it. Ja, het is fucking vroeg gek. En het is ook spits. Ik ben spitser dan een pile. Anyway, ja. We gaan nu naar, waar is het ook alweer? Het is in Breda. Echt een lange passie voor mij, man. Echt 1,5 uur rijden, maar... Ja, ik heb me ziek, dus dat komt wel helemaal goed, denk ik. Nou, laat me daar maar verder vloggen. Ah, je bent ontsnapt uit de Gilla met een super schattige koffer. Ja, gay, hoor. Hele snelle loesoe. We zijn nu in de Gilla. Besef hoeveel Gilla's hier zijn. Nou, vet. Wat is dit, een douche of zo? Oh, wc, lol. Ook jammer. Oké, was zo. Yo mensen, ik heb net Nebiel opgehaald. Ik ben helemaal klaar met die clipshoot. Ik had geen tijd om het helemaal te filmen, man. Maar het is zo dope geworden en ik kan niet wachten tot het online is. Ik ben hier met Nebiel. Ik ben met Nebiel een keer aan het verbergen. Ewa. Ik ga stuk, ik ben echt... Nee, grapje. Maar ja, yeah. Vorige keer heeft mij even opgehaald. En we gaan nu naar Angie. Ik heb leuke cadeautjes voor Angie. Ja, laat zien wat je gehad hebt. LOL surprise. Hekels. Doe je hier de tapping sounds? Ja, belachelijk. En die kleine bol moet je ook laten zien. Daar zit een baby in, hè? Dat weet ik.
dit is een kleine bol, die kun je in konden gaten stoppen. Konden gaten. Precies, het is de goede formaat. Ja. Er zullen vast wel echt gestoorde mensen zijn. Tuurlijk. Die in de kont doen. Fetish. LOL, surprise fetish. Met die tolies om het duur gewoon. LOL fetish. Dus ook met die poppetjes daarna. Deze doe eerst die pop. Ze doen eerst die pop. En dan poppen ze weer uit. En dan maken ze het open. Ik heb hier wat grappigs. Wacht, laat die vlog aan. Maar dit gaan we niet in de vlog laten zien, want dan word je gedemonetized. Wacht. Dit is. Wacht. Die gaat helemaal stuk. Wacht. Kijk dit. Die moet denken, LOL surprise, kijk. Mama! Gaat niet over! Kijk. Is gewoon een baby worden. Oh, dit is mijn lachspier. Ja, je geeft hem gewoon echt zo in een zak gewoon. Ja, ik heb... Wat zeg je dan? Je hoeft niks te zeggen. Je hoeft niks te zeggen. Je hoeft niks te zeggen. Nou, ik heb hier twee cadeautjes. Van mij en Jeffrey. Maar Jeffrey is er nog niet. Maar ik ga het nog. Ja, wat heb je allemaal? Zal ik papa helpen? Nee, als jullie komen hier zitten, dan naast mij. Ja! Yes, ik ben de coole persoon. Ik zit naast een jaar. En die gaat het cadeautje uitpakken hoor. Ja, toch satisfying. Gaan we samen openmaken? Ja! Ja, we zijn al open. Oké. Het is ook zomaar in de zee. En gitaar! Yeah, joh! Ik vond hem zelf namelijk heel erg leuk, dus ik dacht van ja, zal Angelique ook wel leuk vinden. Van Boomba! Mooi! Een Boomba gitaar! Kijk, wacht, we gaan hem aandoen. Hoe ging die ook weer aan? Oh, yeah. Oké, doe je andere cadeautje maar open. Wow! Kijk, fuck off, hier. Dan kan je de mooie haartjes kammen. Zeg, wat moet ik hier allemaal mee? Ja, yeah, what the fuck is this kind of shit you gave me? Nee, maak maar thuis open, Angelique. Zit ze wel goed, ik ben niet met mijn broers. Oh, nu wil je wel in. Oh, ik weet ook niet hoe het allemaal gaat. Elke is natuurlijk weer alles aan het opvreten. Zeg sorry. Oh. Zeg sorry dat je bestaat. Zeg sorry. Nee. Zeg sorry dat je bestaat. Jongen, ik heb de laatste gepakt. Wat? Niemand zonder het. Ik heb de laatste gepakt. Oh. Kan je niet met dat mes lopen zwaaien? Maar een mes kan niet zo. Vind je het een mooie gitaar? Kijk uit met die mes! Afblijven. Ik moet open met een mes. Nee, je gaat thuis openmaken. En anders vraag je papa even om het voor je te doen. Doe maar morgen. Huh? Angelique is jarig. 4 jaar. 4 jaar. Het eten smaakt naar CO2. Nergens nodig. CO2 met een snufje. Pinda. Nee, is pinda. Smeet het met een halve pinda. Of zo. Smaak naar pompoen. Pinda lucht. Ze hebben gewoon alleen die pinda daar naast gelegd. Gewoon voor die lucht. Hij vindt die later. Oké, okay, één aanrader. Wacht, er is nog één aanrader hier. Dat is Remy en mayonaise. En ze geven zomaar fruit bij saté saus. Ja, echt van, oh mijn god, lekker. Laat me even een druif in die saté saus doen en op eten. Dat je doen voor de vlog. Ja. Bismillah, zegt hij.
Alsof ik korstjes van mijn voeten aan het eten ben. We hebben twee glazen CO2 besteld, zoals je kan zien. Vonneke, ga even je smaaktest doen. Beetje bitter. Ja. Luchtig. Ja. Vochtig. Condens. Ik geef je 50 euro als je dit roze water drinkt. Helemaal leeg. Helemaal leeg. Nee man, nee man. Ga ik niet doen. Waar ruikt het naar, zei je? Natte hond en sok. Eén sok of twee sokken? Natte stinksok. Hoeveel? Twee. Die naar kaas ruiken en dan nat zijn geworden, je toch? Oké, we hebben het roze water. Wil jij dat ik deze in jouw neus gaat, steek? Een lieve blanke zusje. Alle blanke. Ze is gewoon blank hoor. Je mag wel. Je moet een blauwe gebruiken. Voor jouw kind. Nee. Hou je mond even. En wat vind je van? Ik zweer het je. Het smaakt naar niks. Het smaakt naar een hele dunne wortelsliertje. Tot bami is. Damn. What the fuck? Ja. Kijk, het is niet vies, de bami. Maar het is ook niet speciaal zo. Het is gewoon bami. Oké. Vonneke gaat nu de cashewkip proberen. Met ook spinazie, zie je? Ja, spinazie. Ik haat sowieso kip. Schiet op, ik heb honger. Ik haat kip die uit kippendij is gesneden. Ik wil alleen van de white meat. Spank? Het proeft alsof die kip nog niet goed gebakken is ofzo. Het proeft alsof de kip nog niet goed is gebakken. Ja, dan die kip. Hey. Salmonella is coming for you. Dus het kip smaakt volgens jou naar? Tofu. Of omelet of zo. Oké, wat is dit? Kiel, dit smaakt gewoon naar spons of kwab. Het is gewoon koud gewoon. Ik zweer. Ik heb 5 minuten geleden in mijn mond gedaan. Ik vind het nog steeds koud. Gaat de pik opschappen? Lekker hoor. Oké, eindconclusie. Kiel. Kiel. Het is net kauwgom. Deze? Lekker! Echt lekker dit. Dankjewel. Ja. Heerlijk. Maar het smaakt pissig. Ik hou niet van vis. Dit is die vlees in mijn mond. Eén stuk zat hier en één stuk zat hier. En ertussen zat de spiertje waardoor het aan elkaar was vast. Verbonden. En ik voelde dat ik niet met mijn tong mee spelen. En toen brak hij. Nou, de day after. Gaan we nu al die cadeautjes openmaken. Nou, let's go dan maar, hè. Nou, een hele goede morgen. Het is 2:15. En we zijn onderweg naar de... Ja, gisteren was een lange dag. Fucking lange dag. Het was een eclipse dag. 7:00 ochtends opstaan. Dan direct doorracen naar etentje van Angelique. Dan heb je helemaal nog bijna naar Amersfoort. Ik word gewoon weer moe als ik eraan denk, hè? Denk je niet? En ik zeg je eerlijk, je zal het niet verwachten, maar het is toch echt wel... Oh shit, het is echt wel warm vandaag eigenlijk. En ja, het is het eigenlijk zo'n beetje. Hide your man 2K19. Snap je? Hallo, maar je hebt je net je hoofd laten zien hoor. Hoofd? Oh ja, mijn hoofd staat erop, shit. Ja, stupid ass. Eigenlijk moet ik mijn gezicht gewoon voor de helft erop zetten. Zo. Ik gooi wel een emoji eroverheen ofzo. Dus ja, we zijn nu onderweg naar Mercedes. Er is zoiets van een motorstoring gaan branden of zo. Ja, die is gewoon 80 jaar terug is gekomen elke keer. Dus dat gaan we nu even laten fixen en dan. Ja, dan komen we terug bij jullie. We zijn met de B en we gaan naar mijn favorite restaurant, Ida. In Amerika. Hoi.
Ik ben zo kapot, want gisteren was Blue. En Vex was zo lang aan het rekken met die bloemen geven. Je kan je dingen pakken hoor. En ja, ik wou eigenlijk gewoon maar een uurtje blijven. En ik dacht van ja, 3 uur kan ik gewoon weggaan. En uiteindelijk was ik pas om 7 uur 's nachts thuis. En Jeffrey is helemaal boos geworden. Want hij zei van ja, ik was gewoon op je aan het wachten. En toen was hij slapen vallen. Hij werd om 12 uur zo wakker. Dus ik ook. En nu ben ik moe. Want ik heb geen slaap gehad. En ik kon slapen. Dus nu hebben we echt allemaal dingen al gedaan vandaag. En nu gaan we even eten. Dan moet ik door naar een meeting. Zo, geen zin in. Ik zeg voor jullie gewoon hoe lomp wij zijn. Hoi iedereen, ik sta nu voor Essential Aesthetics. Dat is een andere, hoe heet dat, persoon die plastische chirurgie doet. Want ik ga niet meer naar Diana Gabriels. En mijn hechting moest er deze week uit. Dus gelukkig konden we me heel snel helpen. Dus nu ga ik eindelijk na 4 weken mijn hechtingen eruit halen. En de reden dat ik niet meer bij Diana ga, waren al heel veel vervelende dingen in onze samenwerking. En op een dag keek ik op YouTube en toen zag ik dat ze mijn medische foto online had gegooid. Op Instagram en op YouTube. Dus ja, dat soort dingen kunnen natuurlijk echt niet. Dus ik ben helemaal klaar met die praktijk. Ja, volgens mij is alles gewoon wel gewoon goed verlopen met mijn borstverkleining. Maar ik heb nu bij mijn linker bobby dat er een deuk zit in mijn tiet. Ik weet nou niet of dit hoort of niet, dus ik ga het straks gelijk vragen. Dus dan horen jullie het zo meteen. Bah. Je hebt mij net gezegd dat zij een grote meid is. Kan je even uitleggen wat een grote meid doet? Even vasthouden. En zelf kijken. Goed zo. En zelf, als ik dat doe. Als je wat doet? Dan ben ik een grote meid. Kijk de outfit nou eens, joh. Ja, mijn kamer is echt een rotzooi. Ik moet echt opruimen. Hey. Oké, is genoeg. Huh? Nou, in ieder geval, ik heb echt tot het uiterste geslapen. En ik zie er nu zo uit. Ik ga met jou meelopen van de trap. Wat denk jij? Als je 4 bent, wil je stoer komen doen? Nee hoor, vanaf lopen ze helemaal gekker door. In de Mars. Is je zelfs schoenen? Is je zelfs schoenen? Hey, wat wil je in mijn hand op eten? Ben je gek? Waar is Jeffy? Douchen. Huh? Hij is aan het douchen daar. Waarom doe je dat? Oké, duidelijk. Doei. Doei. Echt een lightskin. Oké, nou vandaag gaat Angelique met mij mee op stap. Oké, ik ga deze doen. Doei, mami. Doei. Luister er vandaag. Yes, wat doe ik? Mama in een grote lolly is. Oké. Ja, ik vroeg Angelique of ze een lolly wou. En ze zei dat ze deze smaak niet lekker vindt. Ze zei dat ze alleen aardbei lekker vindt. Welke nog meer? Welke vond je nog meer lekker, Angelique? Oké, het duurt er weer te lang. We zijn in Amstelveen aangekomen. Jeffrey rijdt achter mij met zijn car. En ik moet nu even snel kleding passen. En dan heb ik een studio sessie met Jason XM. Hij is echt zo dope. Hij heeft Weggaan Loesu geproduceerd. Ik heb al een keertje een sessie met hem gehad. Maar toen was ik best moe. Dus ja, ik had een paar opzetjes gemaakt. Maar ja, ik ben benieuwd, man. Maar... Angelique is bij me.
Dus hopelijk geeft ze hem goede energie. Shalik is de DJ. Neem je zusje mee naar je werkdag. Vandaag gaat Angelique een liedje opnemen. We zijn met Jason XM. Ja, Angelique, ga je vandaag een liedje zingen? In de microfoon? Ja, hè? We gaan een liedje maken. Woe! Nou, zodra ze achter de mic moest zingen, werd ze verlegen. Dus we gaan het niet meer doen. Hele diva. Op mijn telefoon. Mensen Snapchat aan het kijken. En swipe. Oké mensen, ik ben echt koude para. Want, nou ik ben niet koude para, ik ben een beetje para. Want ik heb hem dus helemaal klaargemaakt. En thanks, you know, I'm popping his shit. Oh, pardon. En ja, de shoot gaat dus niet door. Dus ik ben nu klaargemaakt voor shit. Zo ja. Dat is ook het einde van deze vlog, denk ik. Ik heb echt veel gefilmd. Ik weet niet eens hoe lang deze vlog is. Maar ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. En vandaag heb ik gezien dat ik een vinkje heb gekregen op Instagram. Ik ben zo blij. Het duurde echt kapot lang, hè, jongens. Op een gegeven moment gingen mensen me gewoon DM'en van, ja, waar is je vinkje? I got it right now. So I'm so happy. Dus vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En subscribe op mijn channel. Yeah. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Waarom is mijn afsluiten zo lang altijd? I don't know. But I love you all. En ik word wazig. Dus dat betekent dat ik er vandoor moet gaan. Oké, doei.